Perché vi usi? Augustus dat moet spelen. Ze topen met Stan en ik smutte mee naar Hunter. De sfeer zit er dik en lek of dat je hoort. En we gaan 3 punten gaan zoeken. Hey, de deur is op! Is het al de web? Ja. We moeten zonder de Europese nee. Ja, en de vromaars. Korte tussenpauze in het charmante Wallonië. Even een kartje. Ik kan naar de wc gaan, ik heb pauze kom en toen nog een grote half uur en we zijn in Charleroi. Zeg, ik pees dat wel zin, wat gaan we doen vandaag? Ik pees er eentje twee. Eentje twee? Ik zin eigenlijk van 60, dat kan je al 1-4, 1-3 halen. Nee, nee, nee. Zeg eens. Eentje drie. Eentje drie. Charleroi, away. Away. Dat maar rap away is, dat we dat zien. Dank u wel, Bart. Goed, wanneer is het kort en dan? We zijn redelijk kloten. Er zijn 500 fans minder. Omdat de midweekmatch is, dat de politie niet toegelaten. Dat is aan de manschap niet. Voor een vuil vak te geven. Dus zo moet het beter meevallen. De match begint binnen 20 minuten. We gaan er naartoe. 3 punten. Mario, Westend, goed hè? Goed. Right, we zijn gearriveerd in het vak van mijn moeite. Karel is erbij. David is erbij. Hey, mannen. Roland is erbij. En Koen is er ook bij. We zijn heel compleet. Ruben,
vaste cameraman van Club Brugge, Tamara, ex-medewerker Club Media House. Dus eigenlijk is nu bewezen dat mensen die geassocieerd zijn met de club, niet enkel ja, dat doen voor hun werk, maar ook echte fans zijn. Ruben, ik hoorde dat je met congé zit. Dat klopt, maar ja. Ik doe de mensen op met congé is. Aan de club gewoon, hè? Ja, oh, je moet gewoon werken. Ja. We zitten hier achter je camera, hè? Ja, we zijn meestal ook ik filmen en beleef de wedstrijd op een compleet andere manier. Dus je maakt wel heel dicht mee, ook fysiek. Maar eigenlijk de wedstrijd beleven, ja, er is niks mooier dan de wedstrijd beleven tussen de supporters. Maar en nu de Rup, kan ik je werk overpakken. Kijk, zijn ik aan het filmen? En niet hier, samen met vrouwtje van een leuke match. Dat is zeker. Drinktentje. Ah ja, kijk eigenlijk. We gaan nog dringend iets van al. Ja, ah, maar goed, kijk. Dat is goed. Het eerste doet dat trouwens zeer goed, hè. Dus ik ben blij. En we gaan de vaste leuze aanhalen voor iedereen van toepassing. Bluffen. Gewoon. Bloemhond. Ja, gaan we komen. We gaan naar die bus vliegen en we zijn naar Rus. Want de stewardsman is aan voor de rep te vliegen. Papa! Kijk, Dimitri, kijk, zit het woordje op schrim. Zeg, ik ben slim. Wat spelen we? Wat gaan we zo te zien? I am. Ça va? Ik zal hier. Ik ben mijn hals aan. Wees er aan het spelen. Kijk, kun je dat dus niet rieken, he, maar dat ruikt een klein beetje naar spuug daar, dus Mona, best een fiesje boven, best een fiesje. Come on down!